In het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, is een bacterie uitgebroken. Een deel van de longafdeling is in quarantaine. Maar wat is het nou eigenlijk voor een bacterie? Dat is een vancomycine-resistente enterokok. Dat is een hele mond vol, maar dat is een bacterie die ongevoelig is voor bepaalde soorten antibiotica. En die daardoor dus ook moeilijker te behandelen is als je daar een infectie mee krijgt. De bacterie is voor gezonde mensen niet schadelijk. En deze bacterie kan je eigenlijk zien als een darmbewoner. Je zit gewoon bij mensen in de darmen en geeft eigenlijk geen infecties. Je wordt er bijna nooit ziek van, behalve als je zelf een heel slecht immuunsysteem hebt. Zoals dat je een transplantatieorgaan hebt of chemo krijgt. Die mensen kunnen van deze bacterie wel degelijk ziek worden. Maar zoals jij en ik hebben daar totaal geen last van en merken daar zelf ook helemaal niks van. Mensen die de poli bezocht hebben of daar opgenomen zijn, hebben een testpakket thuis gestuurd gekregen. Nou, als ze op de afdeling zijn geweest, die mensen krijgen thuis allemaal een pakketje. Ja, zij krijgen dan 5 swabs. Wij vragen van hun dan kweken af te nemen. En dan gaan wij hier in het lab onderzoeken of mensen deze bacterie bij zich hebben. Als uit onderzoek blijkt dat iemand de bacterie bij zich draagt, wordt er contact opgenomen met de persoon. Bij een volgende opname wordt er dan rekening gehouden met de aanwezigheid van de bacterie. Verpleging draagt dan handschoenen en een schort. De mensen op de afdeling worden verplaatst naar een andere afdeling en dat is niet voor niks. Nou, wij gaan de mensen die nu toch op die gesloten afdeling liggen, die gaan naar een andere afdeling, zodat wij die afdeling helemaal grondig kunnen gaan schoonmaken. Die wordt speciaal met waterstofperoxide behandeld, plus alle kierengaten die worden opgevuld, zodat je gewoon voor zorgt dat die afdeling straks weer echt brandschoon is om te zorgen dat die bacterie daar weg is. Mensen mogen niet zomaar die kamer oplopen, daar zijn allemaal regels voor. Dus zo probeer je om te zorgen dat die bacterie niet weer in de omgeving komt eigenlijk.